Hallo allemaal, Jasper hier. Vandaag zijn we hier in een opnamestudio in Mechelen, waar wij ook ons nummer hebben opgenomen met de vloglabijt. Het leven samen, wow, oh, niet zo mos over te schamen. Maar vandaag zijn hier allemaal BV's om liedjes te coveren van K3 en wij mogen een kijkje achter de schermen nemen. Let's go, kom. Achter deze deur zijn de drie presentatoren van de ochtendshow van Q-Music de videoclip aan het opnemen van de drie biggetjes van K3. De drie biggetjes, hè? Hier zijn we! Komt-ie. Zeg, lukt het hier een beetje? Fantastisch eigenlijk. Amai, ik zie er schoon uit. Het lukt zeer goed. Je kunt echt wel goed zingen. Ik weet het, dank u wel. We weten het. We proberen bescheiden daarin te blijven. En goede toon ook dus. Dank u wel. Ik heb het gevoel dat je een beetje aan het lachen bent met mij. Ik zou het niet beter kunnen. Oké, goed antwoord. Welkom, welkom bij de drie biggetjes. Dat kan ik niet, dat kan ik echt niet. Nee. Super goed gedaan. Ja, merci. Hoe hoog zingen die van K3, jong? Maar ik kan dat. Ik zing zo vals als mijn kat. Naar ons niet uit. Voilà, zanger. Nee, toch niet. Welkom, welkom. Jullie zijn echte pro's in K3-liedjes zingen, maar kunnen jullie ze ook herkennen? Dat gaan we nu testen. Oh, oké. Zeer goed eigenlijk, zonder probleem. Maar kom. Je oren zitten tegen mijn oren. Ze horen is bij u. Zeg. Ik weet het al. 10.000 euro. Ja, maar ik wist niet dat het al mocht zijn. Dat is gemakkelijk. Wacht. Is het gedaan? Geef een tip. Het gaat over familie. Oma's aan de top. Dat was hem. Dat was gelijktijdig. Dat was exact gelijktijdig. Wie heeft er nu eigenlijk gewonnen? We waren gelijktijdig. Maar Heidi had zij al gezegd, dus zij heeft gewonnen. Allee, Heidi, jij bent gewonnen. Ik heb nu een varkenspak aangetrokken, want daarnet waren de mannen hier van de ochtendshow. Die waren de videoclip drie biertjes aan het opnemen. En straks komt Sean en die is maar alleen. Dus die kan misschien wel een extra biggetje gebruiken. Sean, hier ben ik, jij biggetje. Goed? Maar wij gaan niet van de drie biggetjes opnemen, hè? Wij nemen feest op van K3. Kom jij speciaal daarvoor? Ja. Sorry man, dan zal ik je moeten teleurstellen. Ja, we hebben geen biggetjes nodig. Ja. Oh, zeg alsjeblieft, hè. Dit feest in New York en in Saint-Tropez. Zeg, nu sta ik hier in dat belachelijk pakje, hè. Maar ik zal hem anders wat vragen gaan stellen. Wat is jouw lievelingsnummer van K3? Ik zou willen zeggen van de biggetjes, drie biggetjes, maar eigenlijk dit wat we nu aan het opnemen zijn feest. Want wat is er leuker dan een feestje? Ja, dat is wel waar. Dat is waar, hè. Je bent uitgenodigd trouwens op feestje, hè. Ik meen dat niet daarnet, hè, dat je moest weggaan. Amai, keigoed bezig, Sean. Dank u. Ik ga even een paar vraagjes stellen. Oké, niet te moeilijk, hè. Uw favoriete K3'tje? Oei, dat vind ik heel moeilijk. Is dat bij u? Bij mij is dat klaar. Dan heb jij van de nieuwe K3's gekozen, dan kies ik Karen van de oude K3. Ik ben weg. Tot de volgende. Ja, wat doe je? High five fashion? Ja, vlaag. Alles knuffel. Kom, dan hebben we het allemaal gehad. Oh. Salut, hè. Dada, merci. Yo. Het was echt super tof om eens backstage te mogen kijken. Ze kon echt super goed zingen. Ik ben ook wel benieuwd naar het resultaat. Allee, ik ga jullie laten. Tot de volgende keer. Dag. Hey, Stien hier. Ben jij een supergrote vloglab-fan? Druk dan zeker op deze knop, want dan ga je naar de VTM Kids-site en dan kan je alle video's opnieuw bekijken. En vergeet ook niet te abonneren door op die knop te drukken.
Dag!